De gegevens van Gomez Marchante. De voorsprong van de koplopers 2.25. Ja, dat is wel straf dat die dat toelaten. Dat is een van de favorieten voor de dagzegen. Dan worden vrijwilligers gezocht om hun hartslaggegevens ter beschikking te stellen. En Gomez Marchante heeft gezegd, geen probleem, doe maar. De eerste keer dat ik het gezien heb, was hier op het terrein van de Ronde van Spanje. Het moet een jaar of 4 geleden zijn. En toen hadden ze de hartslag weergegeven van Roberto Heras en Oscar Sevilla. En bij een van de twee zag je dat hij te snel, ik denk dat het Sevilla was, bij zijn maximale pols zat. En zanderdags hebben ze het meteen afgeschaft. Want Heras die reageerde daarop en ging aanvallen. De auto's vliegen erdoor. Kwestie van niet voor ongemakken te zorgen straks op de smallere stukken. Dat is waar Pelayo zich verschanst had. En van daaruit de Reconquista organiseerde. Zeggen de geschiedenisboeken toch al. Moet je daar ook wel een stukje legende bij rekenen. Aarts. Ja, een hele dag in de luwte, komt nu naar voren. En de Volder is daar ook al. De Volder gaat er niet te lang mee wachten. Vroeg op de klim proberen tempo te maken. En proberen wat volk overboord te gooien. Kan het zich ook niet permitteren. Als hij bonus wil hebben boven in het klassement, dan mag hij niet wachten. Eerste kilometers zijn belangrijk, omdat ze daar ook vrij stijl zijn. Het is eigenlijk zo in die klim met de Lagos de Covadonga, terwijl je daar een beeld krijgt van het profiel. Zolang je tussen de bomen zit, is het lastig in dat eerste stuk. Dan wordt het grillig en je ziet dat er ook af en toe een afdaling in zit. Hier gaat Chavanel. En hij kijkt om, alsof hij iemand uitnodigt om mee te gaan. Chavanel natuurlijk gepikeerd nadat zijn ploeg opstapte uit de ronde van Frankrijk, waar hij echt formidabel op dreef was. Wie kan, wie durft Chavanel volgen? Het is nog 11 kilometer klimmen. De werkers moeten er al uit in die kopgroep, dat is logisch. Bingen Fernandez lost. De Lage ook. De Lage is eraf. Juan Garate, die we vaak op kop hebben gezien. En Van Otti. Van Liquigas is dat. In het peloton zagen we Roy eruit gaan. En ook Vaikkanen en een paar mannen van Team Mobile. Het gaat snel, hè. Hier zitten we bij Minaar, Sebastian Minaar. Ook in het peloton kan natuurlijk niet gewacht worden. Zubeldia lost, logisch, na de val van gisteren. Roesem spijt nog op de tanden. Ook Koenigo zat daar vlak voor Roesems. Moerenhout op kop. Ook zij zijn nu opgedraaid. Hier begint de echte klim. Moerenhout hier zijn familie zal mogen begroeten. Ik stond vanmorgen mijn tanden te poetsen op een camping naast de vader van Koos Moerenhout. Ook Moerenhout weet hier de weg naar de top. De Volder heeft hier terreinkennis. Hij rijdt hier al tot 3 keer toe naar boven. Centraal in beeld Luis Perez, die grote opgeschoten man van Andalusia. Inigo Cuesta, die het tempo gaat bepalen. Ze hebben natuurlijk hier wel het voordeel. Een paar toppers, zoals een Mencho, die heeft Moerenhout om tempo te maken. Ook een paar anderen hebben hier nog een paar ploegmaats in het peloton zitten om het tempo strak te houden. Twee minuten en 10 hebben ze nog vooraan. Dat ziet er voor de Volder en voor Chavanel en nog een paar anderen nog altijd uitstekend uit. Hier wordt een bus gevormd. We zien Bonen daar links zitten en Bakstedt onder meer. Dit is wat overblijft van het peloton. Chavanel heeft 9 seconden. Vooraan wordt gemeld via Radio Vuelta. Laten we er maar vanuit gaan dat Stijn de Volder voorin nog altijd goed gemend wordt vanuit de volgwagen. Hier zien we Beltran. De grote favorieten voor de eindzegen, Sastre en Koos, houden zich nog een klein beetje verschanst. Freire en Bettini haken af. Luis Perez, hele soepele tred, daar in de derde positie. Koestov komt naast Cuesta rijden.
Het is een beetje springen van op naar her. Hier zitten we nu bij Blautsen. Die heeft gewerkt op het vlakke. En die komen we nog tegen, de La Fuente. De leider in de combiné. De man die gisteren ten aanval trok. Dat is Cuesta. Er is ooit een tijd geweest dat Cuesta dit voor eigen rekening mocht doen. Dat is nu al wel een paar jaar anders. 1,58 nog. Het is nu vooral een kwestie van timing. Waar ga ik, en ik denk altijd in functie van Stijn de Volder en ook in functie van Montfort, waar ga ik mijn inspanning plaatsen? En hij alleen weet natuurlijk of hij die inspanning kan plaatsen. Dus ze zoeken naar Freire. Het is te hopen dat die gevolgen van die val van eergisteren toch niet te zwaar doorwegen bij de Volder. Voelde zich gisteren wat stijfjes. En ook vorig jaar had hij problemen tijdens de eerste echte klim van de Vuelta om in zijn ritme te geraken. Toen verloor hij op La Covatilla bijna 5 minuten. Freire zat daarbij bij Nati. Dit zijn steile stukken hoor. En toch ligt het tempo daar zeer hoog. Hier zitten we bij Bettini. Het is een beetje op zijn Spaans. Ze blijven de grote namen oppikken. Ook al speelt hij niet echt meer mee in het verloop van deze etappe. Raúl García die weet als ik bij Bettini blijf, dan ga ik het beeld halen. Het zou eens leuk zijn om een overzicht te krijgen van de situatie voorin. Een voorsprong van een kleine 10 seconden voor Chavanel. Dat is het laatste wat we meekregen. Hier zitten we bij Garate. Die wordt al ingelopen door het peloton. Ook zit te twijfelen, hè? Fernandez Bingen. Ah, ja, ja. Dacht heel even. Montfort toch nog niet? Nee, dus. Dit is Arrieta. José Luis Arrieta. We nemen aan dat hij ook afhaakt. En dan plots weer naar voren. Dit zou wel eens Finken kunnen zijn. Ondertussen kunnen we meedelen dat het officieel bevestigd is. Benati heeft bij Liquigas getekend, maar dat wisten we al. Dit is inderdaad Vladimir Efimkin, dan een man van CSC. Als dit inderdaad klopt, Cabeza de Carrera, dan is Chavanel teruggevallen. En dan maar weer naar de achtervolgers. Wat overgebleven is van het peloton zien we hier. We hebben er nog eentje op, De Lage. Cuesta, met Beltran en Perez. Het zijn de oudjes die het doen voorlopig voor de Spanjaarden. Hier Moerenhout. Gewerkt op het vlakke en op de eerste hellende stroken en nu weg. Daar zit ook Scott Davis van Team Mobile. Weer naar Efimkin. Die klimt met stijl, fraaie stijl. Hij heeft uiteraard ook een hele dag niks moeten doen. Meeglijden in die kopgroep, maar dat kan van anderen ook gezegd worden. Dus goed gedaan van Efimkin. Uiteindelijk kun je zeggen dat hij in de ronde van Zwitserland de weg geplaveid heeft voor Carpets. Maar kwam toch wel duidelijk tekort in de individuele tijdrit in Bern. Hij werd zelfs nog voorbijgereden. In het klassement dan toch door Stijn de Volder, die daar knap presteerde. En uiteindelijk derde werd in de ronde van Zwitserland. Jammer genoeg krijgen we van de Volder voorlopig geen beeld. We blijven afhakers oprapen. Rechts meden we Kolopnef te herkennen. Ploeggebouwde Rus. Hier is Cuesta.
Het peloton volgt op 2 en 3 van Efimkin. En Chris Anker Sørensen is de man van CSC die vooraan naar Efimkin probeert toe te rijden. Ja, en als de tijdsverschillen kloppen, dan rijdt Efimkin toch weer een seconde of 5 verder weg van dat peloton. Ik zou nu toch ook graag eens kijken achter Efimkin. Waar zit Stijn de Volder? Nog eens herhalen, vorig jaar op La Covatilla verloor hij in de eerste bergrit 5 minuten. Stel dat hij vandaag op de voornaamste concurrenten tijd kan pakken, al is het maar een halve minuut, dan doet hij in vergelijking met vorig jaar een gouden zaak. Hier is Checho Rubiera, ook een man van de streek. Hij komt uit Gijón. Maar ook hij wordt vroeg gelost. Voelde zich gisteren ook al niet echt super. Dat is Loosli die opgeraapt wordt. De Zwitser bij Lampre. Het tempo is hier strak, maar toch niet overdonderend hoor. Carlos Sastre zit daar nu rechts in beeld. Vijfde positie. Marchante zit aan zijn wiel. Wat verderop herkennen we ook Samuel Sanchez. De groep is niet groot meer. Als we daar eens kunnen doorzakken. Efimkin heeft een voorsprong van 14 seconden op Chris Anker Sørensen. Dus niet te verwarren met Nicky Sørensen. Die is niet geselecteerd voor deze Vuelta. Heb jij Evans gezien in die groep? Niet meteen. Sastre. Ze zaten natuurlijk veel verscholen achter de ruggen van anderen. Maar die ging vooral proberen de schade te beperken. Menschow zit daar wel. Vijfde positie. Ik zie inderdaad Evans niet. Maar we beschikken hier niet meteen over een megascherm. Misschien heeft hij hem thuis al wel ontdekt. Koenigo zit daar ook. Heel even links gezien. Hij gevallen in de eerste rit. Daar 24 seconden weggegeven. Nu gaan we een beter zicht krijgen. Pereiro gaat in elk geval goed mee. Lopez Garcia, Carlos Sastre, die de neus optrekt, maar dat doet hij nu eenmaal altijd. David Lopez Garcia, rug nummer 36. Dan Beltran, dan Gomez Marchante. Menschow. En Evans. Samuel Sanchez. Hij is erbij. En Carpets. Zaug. En Goufre ook nog. Mooi. Maar die mocht zich ook van de ploegleiding instellen op deze ronde van Spanje. Je moet het dan natuurlijk nog wel doen. Op 8 kilometer zijn we. 8 kilometer van de top. Vladimir Efimkin won dit seizoen de tweede etappe in de Scalpel Bicicleta. Hier is Mario Arts. Ingelopen door de groep Evans. Hij zoekt die ook onmiddellijk. Heeft hij dat nu bewust gedaan? Gaat hem toch nog proberen een beetje bij te staan. En 2:18 voor Efimkin, die verder wegloopt. En ik vrees, als de volger niet vooraan geraakt, dat we daar dus geen beeld meer gaan van krijgen. Alle camera's zitten geposteerd. En ze houden dus blijkbaar geen rekening met wat er allemaal nog gebeurt. We krijgen een aanvalling, ja. Van Sastre. Daar gaat Carlos Sastre. En Pereiro die bijzonder vlot meegaat, moet ik zeggen. Sastre heeft hier bijzonder veel terreinkennis. En Pereiro komt beter voor de dag dan hij dat in de Tour deed. Menschow komt ook. Het was een serieuze snok hoor. Dus op een van die minder steile stukken. Je hebt zo'n paar van die stukken waar je echt een grote versnelling rond krijgt. En daarop is hij gaan demareren. Ook Evans komt. Santiago Blanco die heeft een stukje in een van de sportkranten. Die mekte op Menschow. Dat is zijn favoriet. En Evans gaat inderdaad weer doen wat hij in de Tour deed. Overal meeschuiven. Cuesta werk gedaan.
En nog een versnelling van Sastre. Zou het dan toch eens kunnen lukken voor hem een grote rittenkoers winnen? Hij moet het dan vooral doen. Aankomst boven. Pereiro gaat even opzij. Lokt op die manier Menchov uit zijn kot en die gaat vlot mee. Hier wordt er eentje van Saunier opgeraapt. Dat moet Gomez zijn. Dan gaan we Van de Velde tegenkomen. Hier Guerini. Allemaal mannen die mee waren in de vlucht van de Volder. Dan komen we bij Aitor Hernandez van Euskaltel. Ik denk dat Sastre de rest eraf rijdt. Nee, Van de Velde was aan het wachten om Sastre nog wat extra te geven. Maar Menchov die plakte nog altijd aan het wiel van Sastre, hoor. Pereiro heeft zich een beetje overschat. Die haakt af. Efimkin, de man uit Samara, nog altijd met stijl. Het is een stadsgenoot, gewezen stadsgenoot van Sergei Ivanov. Hij heeft ook een tweelingsbroer, Alexander. Ook een coureur. Hij heeft nog altijd 2 en 4, hè? Ja, zijn broer rijdt bij Barlow World. Ja. Cadel Evans komt weer op zijn manier terug aansluiten. Eltink wordt ook ingelopen nu. Van de Velde. Die tempo maakt. Mooi. Sastre mee, Menchov mee, Gomez Marchante komt ook weer terug uit de achtergrond. Nog 7 kilometer voor Efimkin. Derde in de ronde van de Middellandse Zee dit seizoen. Val in de eerste etappe van Tirreno Adriatico met een sleutelbeenbreuk. Voorjaar naar de haaien. Maar dan wel leider in de ronde van Zwitserland op Gran Montana. Waar Thomas Dekker de etappe won, maar ontroond in de slottijdrit. Op een van de steilste stukken van de klim nu. U ziet het daar links. 14-15%. En ze zien op deze plaatsen, waar de bomen wat weg zijn, daar zien ze heel goed de diagonalen die ze nog moeten trekken. Pereiro is weer komen aansluiten, zegt de wedstrijdradio. Maar ik zie hem niet meteen, tenzij hij daar achteraan bengelt. En geen spoor ook van Cadel Evans daar. Menchov, Sastre en Gomez Marchante, of is het Piepoli? Ik denk Piepoli. Ik denk dat de Marchante daar geparkeerd staat en Pereiro is er ook af. De Beltran. Eltink wordt ook voorbij gereden. Eltink zat dus ook bij de kopgroep. En ook Ardila van Rabobank wordt door de grote favorieten voor de eindzegen voorbij gereden. Lopez Garcia kan het tempo van Sastre en zijn ploegmaat ook even niet aan. Het is inderdaad Piepoli hier op 7 kilometer nu. En ginds rijdt Van Golen. Die lang stand gehouden heeft. Absoluut. Heel lang na het werk dat hij onderweg geleverd heeft. 2-0-7 voor Efimkin. Al wordt hier nu 1-58 aangegeven. Van Golen solliciteert. En Efimkin komt zichzelf een klein beetje tegen op die steile stroken. Het is nog altijd dik 6 kilometer. Met af en toe, het is maar wat het waard is, een recuperatiestrook. Het is echt een stukje natuurpracht daarboven, hoor. Zeer grillig. Hier zitten we bij Van Golen. Wordt voorbijgereden door Van de Velde. Daar rijdt Horner ook voor. Piepoli denkt dat hij op zijn kant zit te wachten. De man die in de Ronde van Italië formidabele dingen deed. En Van Golen probeert aan te klampen, maar dat is te vergeefs. Het zou goed zijn om met die helikopter eens te kijken. Van de mannen hier is Menchov de betere tijdrijder.
moet je ook in overweging nemen. Er komt een tijdrit nog straks voor de Pyreneeën. Voor de zware etappe naar Andorra. Van der Velde zijn werk gedaan. Het is nu aan Carlos Sastre hemzelf. Hier zitten we bij Marchante, bij Pereiro en bij Beltran. Die pikken nu Van Gool op en gaan hem achterlaten. Evans zou langzaam maar zeker terugkomen op het groepje Sastre. Dan weer naar Efimkin, nog 6 kilometer. Hij heeft al bewezen dat hij een etappewedstrijd kan winnen. Ronde van Portugal niet onderschatten hoor, in 2005. Vladimir Efimkin, toen ook hij uitkwam voor Barlow World. Daar is Evans links. Yes. Wordt nu nog wat geholpen door Horner, die ingelopen is. Maar Evans zit daar wel degelijk achter. Daar. Op karakter. En Sastre gaat nog eens proberen. Op een zeer steil stuk. Maar Menchov doet dat goed hoor. Ja, die maakt indruk. Die maakt echt indruk. Hier Marchante en Beltran en Pereiro. Dat is een beetje krasselen. En hoe langer het duurt voor we een beeld krijgen van de Volder, hoe beter zeker. Want dat zou betekenen dat hij niet ingelopen wordt door deze Sastre. We hopen dat onze woorden binnen 30 seconden niet achterhaald zijn. En de eerste echte bergrit goed gaat overleven en sterker nog een goede zaak gaat doen. Van Efimkin weet hij, ik heb het over de Volder, ondertussen zelf al, dat hij na een week kapseist. Waar is Sastre? Die heeft het nu wat moeilijker. Ja. Daar. Het een klein beetje verknald, leek het even, maar het komt nu toch weer vlot naast Evans en gaat dan weer zo naar Menchov toe. Ik denk dat hij zich wat liet uitzakken om eens te kijken wie zit hier nog allemaal en dat Menchov van de situatie profiteerde. Zit er weer bij en Evans krijgt het weer wat moeilijker op 1.46 van Efimkin. Dus wat heeft Sastre gedaan? Een riesje. Zoals zijn patron het deed in de Tour van 96. Mathieu Poli gaat het weer toerijden. Meestal met het grote mes en Evans altijd op karakter. Evans denkend aan zaterdag, aan Zaragoza. Hoe langer ik hier aanklamp, hoe groter mijn kansen. In de tijdrit, meer dan 50 kilometer. Evans, grote kandidaat om die tijdrit te winnen. Zeker bij het ontbreken van Cancellara en Miller. Dus op grond daarvan gaan we naar een strijd. Het is allemaal wel zeer voorbarig tussen Evans en Menchov. Maar we zijn nog niet thuis. Nog meer renners die gaan opgepeuzeld worden. En Efimkin, wat hij doet, doet een beetje terugdenken aan de ontsnapping van Zinchenko. Die in 2000 won. Toen waren we er ook rechtstreeks bij. Die bleef ook over na een lange vlucht. En won hier met een voorsprong van 57 seconden op Pugacci. De betere van de grote favorieten was Roberto Heras. Nieuwe springplank voor Sastre, Chris Anker Sørensen. Drie mannetjes voorin geposteerd en één voor één kunnen die hun deel van het werk doen. Dus weer een tactisch kabinetstukje. 5 kilometer, stukje bergaf, stukje recup. Het ergste leed is wel geleden op deze klim. De zwaarste stroken zijn verteerd voor Efimkin. Het is zelfs een paar keer gebeurd dat het pleit hier beslecht werd in de sprint. In 96 kwam Jalabert, de ontsnapte Tsudo, nog vloeren op de streep. Hier zitten we bij. Ja. Mannen die ooit favoriet waren voor de Ronde van Spanje, al heb ik daar niet echt in geloofd. Pereiro komt als klassementsrijder tekort. Een tiende plaats, dat is zowat zijn best beoogbare resultaat. En Beltran heeft ook al zijn betere jaren gehad. En zoals hij zelf een beetje voorspelde, ook Samuel Sanchez niet te zien vooraan. Jammer voor Euskaltel. Hier is Varedo.
De man van Asturias. De man van Oviedo. De streekrenner. En Evans toch weer mee. Weer naar Efimkin. 25 is hij. Wordt op 2 december 26. En heeft die zware stroken goed overleefd. De Volder en Montfort volgen op 48 seconden van Efimkin. Dus nog altijd een minuutje voor de groep Zaster uit. De Belgen in een coalitie. Leuk. Klein minuutje. Maar de Volder gaat wel vooraan in het klassement staan straks. En vooral kopman zijn in zijn ploeg, want ik stel vast, van Brajkovic is geen spoor. Nee. En Daniel Sol waren ze al kwijt na die val in de eerste rit. Duidelijkheid bij Discovery, hè? De Volder absoluut de kopman en een reuzenzaak als hij stand houdt nu. Dat moet kunnen. Dat moet absoluut kunnen. Er komen nog wel een paar lastige stroken, maar ook recuperatiestroken. Ik zou deze mannen nu toch stilaan verlaten. Die spelen nu echt niet meer mee. Die rapen straks wel op de streep. Chris Anker Sørensen weer met een lange beurt. Gomez Marchante vlogt op 34 seconden van Menchov. Bij Gomez Marchante onder meer Pereiro. Als je hier in deze etappe 2 tot 3 minuten verliest, dan heb je een dik probleem. Dat is eigenlijk al een kleine ramp. In de Ronde van Spanje gaat het in de eindafrekening meestal om seconden. 4 kilometer nog voor Efimkin. Opgeleid in Italië. Ik heb het in zijn jeugdperiode. Of daarover heb ik het. En dat van die seconde, dat is absoluut waar. Van de voorbije 4 edities van de Vuelta zijn er 3 beslecht met een verschil van 30 seconden of minder. En 2 jaar geleden won Menchov met 18 seconden voorsprong op Sastre, na het wegvallen van Heras weliswaar. In 2004 Heras voor Santi Perez een halve minuut. En in 2003 Heras voor Isidro Nozal 28 seconden. Vorig jaar ook maar 1:12 tussen Vinokourov en Valverde. Dan toch nog eens gaan kijken naar onder meer van Gomez Marchante, Pereiro. En dan zien we dat Pellizzotti, dat heb je ongetwijfeld al langer in de mot, nog even wat steun verleent aan Beltran. Die Chris Anker Sørensen, het is niet de eerste keer dat we hem bezig zien, maar hij charmeert ons. Ja, maar het duurt wel lang dat hij hier nog kan trekken, ondanks het feit dat hij daar vooraan zat. Dus gaat het nu toch nog eens aan zijn kopman zijn om er een laag op te leggen, wil hij wat terrein goed maken. Hier wordt Chavanel ingelopen. Dus Montfort is daar de sterke man. Prettig. De groep van Sastre volgt op 1:25. We weten niet precies waar de Volder en Montfort gepointeerd zijn. Zo'n half minuutje daarvoor dan nog. 1:38 is het op 4 kilometer. 1:38 op deze Efimkin. Die weer in zo'n dalende strook zit en dan maak je snel meters. Links en rechts zult u een verdwaalde koe zien. Die lopen hier gewoon vrij in het wild rond. 3 kilometer nog. Werkt op het systeem, hè? Die dalende strook. En dan weer onmiddellijk gevolgd door een steile partij. Zijn nu pas aan de 4 kilometer. Dat is al op 2,25 minuut. En we vinden dit wel een leuke klim, hoor. Het is er eentje op mensenmaat. Het is geen Angliru van het goede teveel, of zeg maar van het slechte teveel. Hier Bertagnoli. En Goubert. Dus nogmaals, mocht hij later ingeschakeld hebben, we hadden een kopgroep van ruim 35 man. Met daarbij De Volder en de Montfort en ook Van Golen en ook Mario Aerts. Die worden nu 1 voor 1 opgeraapt. Maar De Volder blijft nog wel vooruit rijden. Maar dit is de man die snel op 1 kilometer of 10 van de streep weggereden is van de rest. Het was Chavanel die de eerste prik gaf in de kopgroep. Zichzelf een beetje overschatten blijkbaar. Efimkin deed dat duidelijk niet. Op een strook van 10% gaat hij nog altijd knap vooruit.
Ook van Carpets geen sporen. Bij Chris Depagne is het niet veel soeps. Opletten voor deze bocht. Want als je daar de bocht mist, dan zit je de weide in. Een minuut 33. Minuut ja. 33 op Effinken. En Evans op zijn Evans. Een paar keer eraf, maar op karakter toch weer teruggekomen. En niet de fout gedaan die hij één keer in de Tour op het plateau de Bijbegien te vaak willen meegaan. Dat biedt perspectieven op termijn. Wat deze Efimkin doet is veelbelovend, maar nogmaals, dat gaat hij geen weken aan een stuk blijven doen. Hij is op de duur van zo'n rittenkoers een beetje te beperkt. En ook dat moet je een beetje aanvoelen, hè? Ook daarvoor moet je een goede ploegleider hebben die je zegt van, oh, niet te geweldig doen, er komen nog lastige etappes. Blijf in je ritme. Chavanel houdt hier nu wel weer stand. En ook Goubert, dat is in de achtervolgende groep met Sastre. Ik zag daar een silhouet in de mist. Een silhouet, een meter of 100 voor de groep Sastre. Laat ons hopen dat dat nog altijd de Volder niet is. Pereiro probeert hier blijkbaar weg te rijden van Gomez Marchante en Beltran. Die gaan we nu oprapen. Dit is inderdaad Oscar Pereiro. Het is grotendeels aan hem te danken dat deze ronde van Spanje in Galicia van start gegaan is. En dat hebben ze zich niet beklaagd. Een pak volk daar. Er waren ze wel zo slim die ronde van Spanje te laten starten in Vigo, dicht bij de kust. Daar heb je altijd vakantiegangers. Efimkin in een wolk. Misschien nog snel een uitslag uit eigen land meegeven. Er is gekoerst in Merksem vandaag, de Schaal Sels. En die is gewonnen door Kenny De Haas uit de chocoladezaak van voor het Vlaanderen ploeg. En hier Menchoff inderdaad, met Sastre en Piepoli. Sastre beantwoordt dat knap. En Piepoli op een iets groter mes. Het was een man van Carpin Galicia die voorbij gesneld wordt. De Haas daar solo gefinished in Merksem. En McEwen heeft de spurt van het peloton voor de tweede plek gewonnen. Nu wordt er hier weer een klein beetje getemperd. Dat is allemaal in het voordeel van de mannen die er nog voor zitten. Het is Pereiro. Die op die manier, als hij nog een beetje dash heeft, de schade wel kan beperken. Dit is zijn ploegmaat. Als ik zei bij Chris Depagne de grote geslagene, dan heb ik het natuurlijk niet over deze man. Efimkin is op weg om deze etappe te winnen. Maar de kopmannen, ze falen toch wel een beetje. En hij is er bijna. Straks nog een stukje dalen weer. En dan een laatste snokje bergop. Op weg naar de dagzegen. De achtervolgers, of de betere van het peloton. Ze komen nu op 1.17 van Efimkin. Evans hangt hier een secondje of 5 achter. En De Volder en Montfort gaan een bijzonder goede zaak doen vandaag, zonder dat ze één keer in beeld zijn geweest op de slotklim. Gaan in principe in de top 10, misschien wel in de top 5 van het klassement komen. Want wie rijdt er nog allemaal voor, hè? Ja, ze gaan op de plek komen waar ze finishen. Als ik dat lijstje zo snel bekijk, dan hebben we toch de meeste mannen opgeraapt, hoor. Ja, ja, volgens mij zijn zij de enige overlevers nog tussen Efimkin en die groep Sastre. Nog een kilometer, minder dan een kilometer voor Vladimir Efimkin, die voor Chris Depagne de meubel gaat redden. Daar rijden ze, trouwens. Daar reed een duo. Het zou wel eens kunnen. En dan gaan ze in de tijd van deze mannen kunnen eindigen. Als je dat vergelijkt met La Covatilla vorig jaar, dan kreeg je 4 minuten en 3 seconden aangesmeerd, Stijn De Volder. Dat zijn ze inderdaad. Dus Efimkin daar nog voor, maar die is bijna binnen. Die kan zich hier lekker lanceren naar dat slotplatform. Het is een wat vreemde aankomst. Hier gaat het nu weer bergop. En dan straks, na deze uitgetrokken S-bocht, gaan ze snok, pats
even linksaf en daar ligt meteen de streep. Rechtsaf beter. Vladimir Efimkin, schrijf maar op, dit wordt de mooiste overwinning in zijn driejarige profcarrière. Vier stuks in 2005, ritje ronde van Portugal, eindstand ronde van Portugal, ritje vierdaagse van Duinkerke, ritje ronde van Aragon. Dan een ritje in het Baskeland dit seizoen en hier winst op Lagos de Covadonga. Alweer een Rus na Zinchenko. Zinchenko in 2000. En dan even kijken hier. De Volder die daar nu achteraan zit in dat groepje. Geen bonificatieseconden te verdienen. Dat is ook belangrijk, want anders lagen hier nog seconden voor de tweede en de derde. Maar dat is dus niet het geval. De Volder moet proberen gewoon daarbij te blijven. En dat mag geen probleem zijn gezien de aankomst er ook. De Belgen Montfort en de Volder doen hier dus door deel uit te maken van een vroege vlucht een gouden zaak. En de Volder heeft op deze manier korte metten gemaakt met het spook van die eerste bergrit. En hij gaat nu zelf nog mee naar de kop, gaat zelf nog mee knokken voor de ereplaatsen. Hij wil zo graag. Jammer genoeg geen bonificaties, hè. En Efimkin die zet de rest wel op een dikke minuut, op meer dan een minuut. En de Volder gaat hij nog derde worden. Of kan hij nog voorbij Piepoli? Nee, twee Piepoli, drie de Volder. Dan Menchov, Montfort, knap vijfde. En dan zien we ook nog Sastre op een zesde plaats. Hier komt nu Chavanel. En dat is op 1 en 6 dat die mannen binnengekomen zijn. Met Ezequiel Mosquera hier Chavanel in aantocht. En er was hier nog nooit een Belg in de top 3 geëindigd. En nu met 2 in de top 5. Hier is Evans. En die Evans toch wat terrein verliest, hoor. Klok 1.28. Dan Chavanel en Ezequiel Mosquera. En dan moet de top 10 ongeveer vol zijn. Daar komt nu Chris Anker Sørensen. Dan naar Pagnoli. Ja. En Goubert. Hier Bertagnoli, dan Chris Anker Sørensen en Goubert. Als we goed geteld hebben, zijn er nu 13 binnen. Dat is op 1,50 tot 1,54. Hier komt nu Pereiro over de streep met Beltran op 1,56. Al zeggen ze daar 1,57. Dan een paar mannen van Euskaltel. De camera is het overzicht een klein beetje kwijt. Felizotti komt eraan. Ook deel uitmakend van die vroege vlucht. En daar Gomez Marchante. En dat is ook een van de tegenvallers van de dag. Hier is hij. Inderdaad, als je meer dan een minuut verliest op de toppers, op de kandidaten voor het eindklassement, dan heb je een probleem. Anton komt binnen. En Samuel Sanchez. Dat is ook te veel. Barredo op 2,5. Die had er zich ook een klein beetje meer van voorgesteld. Maar goed, dat is op zijn maat, hoor. Je mag ook niet te veel verwachten. Horner. Of Gouffre, het is Gouffre. Het is Gouffre, ja. Op 2,49. Sylvester Schmidt. En Karpets komt hier nu ook binnen. Dat is ook ver. Stil aan de 3 minuten. U kijkt nog eens naar de aankomst van Vladimir Efimkin. De Ganador van de vierde etappe in deze ronde van Spanje. En die wordt natuurlijk ook leider, hè. Efimkin stond de 20e in het klassement. En wordt zelfs afgetekend leider. David Lopez Garcia nu pas over de streep met Galparsoro. Dan heeft hij nog een fantastische deun gekregen in die slotfase. Hier komt Van Golden nu binnen. Sterk, hoor. Respect. Bijzonder sterk hoe hij nog finisht. Respect voor de man die de etappe gekleurd heeft van start tot finish op 3,51. Mocht u later ingeschakeld hebben, Van Golen maakt u deel uit van die vroege vlucht. Heeft die vlucht geanimeerd, heeft mee geknokt. En op die manier kon hij de Volder in het zetel zetten. Hier komen er nu nog een paar over de streep met Horner op 4 minuten en 10. En Tsouk was daar ook bij. Van Gero Steiner. Dat hele veld compleet uiteengeslagen. Het is straks wachten op een verre bus. Maar de tijdslimiet mag geen probleem zijn.
Iedereen mee tot aan de voet van de stopklim en dan een eigen ritme gezocht. Ruben Lobato, dat is ook een van die mannen uit de vroege vlucht, nu naar de finish. En de meeste jongens kiezen nu al voor het dal rechts van de weg. Opletten dat je niet knapt met de mannen die nog moeten binnenkomen. Hier is Schumacher, die toch weer wat tegenvalt. En Wim van Uffel. Dat is ver. Hadden we meer van verwacht op 5 minuten en 3. Hier komt de Guerini nu binnen. Nee. Alweer geteisterde Team Mobile ploeg. Met Ardila, Christian van der Velde. Dat zijn natuurlijk overlevers van de vroegvlucht. Daniel Moreno, een van de kopmannen van Relax. Dat valt ook tegen. Ardila die er toch niet echt doorkomt bij Rabobank. Die was vroeger beter. Tonti is de man van Quickstep. En dat is op 5.29. Met Herrero van Carpin Galicia. In de duiven blijven vallen, want hier is ook Philippe Gilbert. Met die ingepakte knie. En ook die bezeerde duim. Maar hij knokt er zich doorheen. Straks een van onze toppionnen op het WK. Met zekerheid. Als hij tenminste niks tegenkomt. En we zitten weer knal in de wolk en het wordt met een minuut frisser. Leonardo Duque. Dan Horach van Ques de Parnie. Maar dit is, laat ons het nog maar eens herhalen, een reuzenzaak. Dit overtreft de verwachtingen voor de rit. Piepoli, Leonardo Piepoli, ook natuurlijk een gevaarlijke klant, zeker met nog 3 aankomsten boven, moet je absoluut rekening mee houden. Maar anderzijds, in zo'n vlakke tijdrit kun je ervan op aan dat hij een minuut of 4-5 aangesmeerd krijgt. Dat is niet zijn ding. Een klimtijdrit, dat is natuurlijk wat anders. Dan spraken we een andere taal. Ik kijk nog eens naar de rituitslag en die stelt met ons vast dat bij Predictor Lotto 2 mannen in de top 20 geraakt zijn. En ook dat is goed. 2 Belgen in de top 5, het wordt daar nog eens bevestigd. Evans zeker ervan uitgaan dat hij ook nog naar voren gaat schuiven. Evans is zelfs in staat om in Zaragoza straks goud te pakken. En laat ons hopen dat die 2 Belgen daar morgenavond ook nog staan in die top 5. Want niet vergeten dat morgen ook een bergrit op het programma staat. Zo mogen we hem gerust omschrijven. De rit van Cangas de Onís naar Reynosa. Rit over 157 kilometer. In het eerste deel van de rit 3 cols van tweede categorie. En in Spanje zijn die toch al redelijk zwaar.